welkom bij weer een nieuwe Josh vlog. Deze keer ben ik weer terug in Nederland, terug at Josh V HQ. Met deze week onder andere opnames voor RTL, een etentje in Rotterdam en de baby shower van mijn zus. Dus kijk gezellig mee. Nick en ik zijn weer eens onderweg van België naar Nederland. En onderweg rijden we langs Rotterdam, waar we een etentje hebben in de Suicide Club. Ik vond het best wel leuk. Best wel een leuk restaurant. Maar wat een slechte service. Niet normaal. Ik snap nu waarom ze het Suicide Club noemen. Ja. Ik ben op dit moment in de Halle. Voor opnames voor het programma voor RTL Z met Wilfred Gené. Nou, we zijn klaar. Klaar! De aardappje eroverheen. Ik ga heel even kijken, even nalopen, maar ik vind het verder een beetje een blush overheen doen, maar eigenlijk zit dat er ook wel op. Ja, maar mooi hoor, goed gedaan. Ja, het ochtendritueel. Oh ja? Ik vind je eigenlijk helemaal goed zo, dus ik kijk straks voordat we beginnen even op de monitor beneden. En dan kan ik altijd nog even kijken, kunnen ietsjes, ja ik vind het wel mooi zo, je lippen ook. Ja, doe je nog iets aan in de... Nee, ik denk, wil de lekker blote armen alsof het gewoon lekker weer is buiten. Ja. Ik ben nu in de studio backstage, de studio van de Halle. En ik heb zometeen opnames voor het programma van Wilfred Gené, Beleggen International. En we gaan zo beginnen met opnames. Ik kom net uit haar en make-up. Nou ja, dat had ik zelf al een beetje gedaan vanmorgen. Ik vind het een beetje lastig als andere mensen mijn haar en make-up moeten doen. Maar... En we gaan het hebben over Josh V en over mode. En ik ben benieuwd. Ik heb een hele leuke, interessante tafelgenoot. Yes. Hallo. Oh. Jullie hebben ook smoothies of niet? Ja, we hebben yoghurt shake. En zonder yoghurt, want het is thee? Ik wil thee, ja. Nee, dan neem ik een zwarte koffie. Die Wilfred, die kan dat wel hoor, een programma. Maken. Ik vind hem wel een tikje irritant. Beetje zo'n irritant, brutaal schoolknaapje, zeg maar. Maar ik vond het een onderhoudend gesprek. En ik vond het jammer dat het niet iets meer over beleggen ging, want het programma heet Beleggen International. Maar we hebben het dan vooral over geluksfactoren gehad en over ondernemen. Terwijl ik vind dus dat succesvol zijn niet hetzelfde is als ondernemer zijn. Dat deden ze een beetje alsof dat het ultieme geluk is. Dat je pas succesvol bent als je een eigen bedrijf hebt. En dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Dus, maar goed, maar ik vond het leuk. Ja, mijn PA Judith. Ja, echt. Bij de handjes. Ik dacht, ik laat ze maar. Ja, wij weten wel beter. Zoals jullie weten heb ik een heel lief neefje, Morris. Maar nu is mijn oudste zus Marloes ook zwanger. En ik sta nu bij haar voor de deur. Althans, ergens in een steegje. Want we gaan haar vandaag verrassen met een fantastische baby shower. Dus ik ben heel benieuwd. We hebben allemaal onze auto's verstopt. En ze komt zo meteen naar huis toe. En dan gaan we haar verrassen. Superleuk. Mijn ontbijtritueel is jullie ondertussen wel bekend. Vooral heel veel fruit, in dit geval peer, mango en framboos. En daar doe ik ook pitten overheen.
En in dit geval gebroken lijnzaad, chiazaad en zonnebloempitten. En verder natuurlijk koffie. En dit is een heel groen sapje met spirulina, spinazie en komkommer. Dit was hem weer voor deze week. Vond je de vlog leuk? Doe dan even thumbs up. Heb je suggesties voor volgende week? Laat dan hieronder een reactie achter. Vergeet je vooral ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan zie ik jullie volgende week weer. Bye! Catch. Catch me if you can. Already did. We zijn nu dus op de 100ste verdieping van het IFC gebouw. Op naar de bar. Je moet eventjes het uitzicht zien. Hier beneden. Want we zijn nu dus 99 verdiepingen hoog. Zo mooi. Je kan hier helemaal omheen lopen.